Nou, in Nederland sta ik dus eerste. En ja, in de wereld sta ik nou ook eerste. De ster van meerkamper Pieter Brouwne ter Heide is reizende. De jonge atleet is top bij de junioren en hard op weg om ook in het seniorenveld zijn plaats te veroveren. Slechts 47 punten zit Brouwne op de tienkamp af van de magische grens van 8000. Het wereldrecord is 9000 punten, maar dat heeft als één iemand ooit bereikt. En ja, eigenlijk als je 8000 punten haalt, dan haal je dus op elk onderdeel gemiddeld 800 punten. En dat betekent dat je gewoon echt goed, een goede meerkamper bent. Er zijn in de wereld misschien 200 of 300 mensen die dat ooit hebben gehaald. In Nederland zijn er volgens mij 7 of 8. Dus ja, dan kom je wel in een elite rijtje terecht. Waar je echt, dan kan je zeggen dat je echt een hele goede meerkamper bent. Het gaat zo hard met Pieter Brouwne dat hij zijn doelen nu al aan het bijstellen is. Gokte hij eerst nog op de Olympische Spelen van 2020. Inmiddels is het vizier gericht op Rio de Janeiro in 2016. Stel dat ik dit jaar nog verbeter, volgend jaar nog enorm verbeter. Ja, natuurlijk, dan wil ik daar gewoon staan en gewoon goed presteren. En waarom ook niet? Want Pieter Brouwne heeft momenteel de wind in de rug. Dat was ook wel eens anders. De laatste jaren kampte hij met 3 serieuze blessures. Moet je nagaan als ik een heel jaar heel kan blijven en gewoon dit kan doen, dan moet het niveau nog misschien wel veel hoger kunnen.